Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben er weer, Zelda Play 20 en in de vorige aflevering zijn we even teruggegaan naar de jungle. Hebben de jungle spores een stingers te pakken gekregen, zodat wij de Blade of Grass kunnen maken. Hebben we ook een gravitation potion gevonden, waardoor dat we naar een nieuwe skybase zijn gegaan. En onze verdieping daar af hebben kunnen maken, zodat dit huisje compleet is. En hebben we dus gevonden tot een van de meteorieten dus daadwerkelijk op een skybase was gevallen. In deze aflevering gaan wij zo snel mogelijk richting de dungeon. Want in de dungeon, daar hebben we dus nou het een en ander te vinden. En Fiver is er heel enthousiast over. Zie Fiver rennen. Ik bedoel, deze sprong kunnen we nou toch maken? Kom op zeg, hoppakee. Ik bedoel, we hebben geen haast. Nou ja, eigenlijk wel. Want we willen daar komen voordat het al donker gaat worden. Want onze baas moet namelijk komen op dat het donker is. Ik heb heel eventjes alvast gekeken. Ik ben nog steeds aan het opnemen deze maandag. De eerste comments die kruipen al een beetje binnen. En sommigen hadden al gerequest. Of ja, sommigen. Ik heb er pas één gelezen. Maar het kan nog natuurlijk meer komen. Tot de Link-kostuum gemaakt kan worden. Dus ik... Hoor weer mijn telefoon. Maar ik denk dus inderdaad tot ik die Link-kostuum zeker ga maken. Dus dan ga ik offscreen beginnen te farmen voor grass seeds. En dan hoop ik hem zo snel mogelijk te kunnen maken. Dus dan zullen we niet meer het armor zien wat we dus geëquipt hebben. Maar dan zullen we dus Link zien. Dus misschien tot ik het een keertje zal laten. Dan doe ik daar wel een beetje swappen van zo zie je eruit zonder een skin-kostuum. En zo zie je eruit met skin-kostuum. En dat is dus Link. Goed, nou... Ondertussen zijn we dus druk bezig met richting de dungeon te gaan. Fiver heeft er ook heel erg veel zin in. Fiver, hier, goed zo. Jij vliegt ook gewoon overal doorheen, hè? Ik ben blij. Fiver is een blij konijntje. Alles gaat tot nu toe nog heel erg goed. Al moet ik wel zeggen dat ik het jammer vind dat we die skybase, die meteor, niet kunnen minen. Maar aan de andere kant is het op dit moment toch nog wel een hele fijne farm. Dus, nou, we nemen geen fall damage meer. Dat is ook heel erg fijn. Echt, we lopen nu zo snel. Dat is echt gunstig. Zeker in een grote wereld. Dus, alleen nog steeds geen Magic Mirror, wat niet zo eerlijk is. Dat is so not fair. Nou ja, misschien vinden we er een in de dungeon. Wie weet. Ik bedoel, ik heb nog nooit zoveel moeite gehad met een Magic Mirror te vinden. Maar Magic Mirror, als je genoeg Recall Potions hebt, is een Magic Mirror niet echt... Hij is handig, maar Recall Potions die doen eigenlijk hetzelfde. En daar hebben we er nog zoveel van, dus op zich hebben we daar nog niet echt een probleem mee. Nou, het is een behoorlijke walk. Het wordt al een beetje donker. Dus we komen mooi op tijd. Ik heb al... Ja, gisteren heb ik dat niet echt uitgelegd. Maar ik had al dus, zeg maar... extra kogels gekocht voor de mini shark. Ik heb hem één keer per ongeluk de mega shark genoemd. Wat die gaat worden later. Dus mijn excuus is dat ik daar al een beetje snel mee was. Maar het wordt dus een mega shark. Maar het is nou nog een mini shark. En we zijn in de dungeon. Nou, met hem moeten we dus praten op het moment dat het donker wordt. Dus we mogen nog niet hier naar binnen toe. Want dan is het, ook al zijn we nu goed geëquipt, instant dead. Dus dat willen we niet. Dus ik denk dat ik dit heel eventjes een beetje... Ik bedoel, we moeten toch wachten tot het donker wordt. Dus laat ik dit een beetje vlakker gaan maken. Ik bedoel, de baas die we moeten verslaan... ik denk niet dat we er echt veel problemen mee zullen gaan krijgen. Dus het is een verplichte baas, dat wel. Dus het is niet zoals de Queen Bee, die we dus 2 afleveringen geleden hebben verslagen. En in de jungle heb ik er nog een paar gevonden. Dus in de toekomst kunnen we misschien lol hebben met sterkere wapens, wie weet. Dus even dit zo. We hebben een beetje zo'n trapje, waarom ook niet. Cactus, leuk. Ik bedoel, ik weet zeker, die cactus die ga ik toch wel weggooien. Ik bedoel, cactus, daar hebben we echt helemaal niks meer aan. Tenzij dat we een cactusmeubel zouden willen maken, maar... Ik heb echt het nut van een cactus... iets, dus... ja, een beetje zo'n trapje. En dan wachten we dus heel eventjes tot het avond wordt. De zon zien we nog niet ondergaan. Nou drukte ik op tap vanwege de reden. En ik stoot tegen mijn microfoon, sorry daarvoor. Dus ja, ik zal zo... Ja, we moeten nog heel eventjes wachten... ik heb trouwens geen reacties gekregen over Fiver. Moet hij een kleurverandering krijgen of niet? Dus ik laat hem mooi wit, zoals dat ik dat had gezegd. Dus ik ga eens heel eventjes kijken naar de reacties ondertussen dat we wachten tot het donker gaat worden. Mocht je reactie nou toevallig geroepen worden, dan heb je gewoon geluk. Dus even kijken. Dit is dus niet voor de Wall of Awesome Comments. Even kijken. Speaker Games 12. Je vergat een Life Crystal. Super leuke aflevering trouwens. Ja, over de Life Crystals. We hebben er heel erg veel gepakt. En het is dus niet echt nodig om echt alle Life Crystals nou te gaan pakken. Dus mocht ik een Life Crystal nu skippen, dan hebben we die gewoon niet meer nodig. Dus ja, dan... Oké, en dan Treinspotter Hezen. En voor mijn verjaardag maak je hem speciaal. Nou, sorry, maar aan hoge eisen ga ik niet beginnen, hoor. Sorry, dat vind ik een beetje onaardig als je zo gaat beginnen. Ik bedoel, ik wil voor iedereen leuke dingen doen.
Maar ik kan aan verjaardagen, zoals ik maandag heb gezegd, daar kan ik echt helaas niet aan beginnen. Is het dan nacht? Nee. I cannot let you enter until you free me of my curse. Nou, ik wil je vrijen van je curse. Wees dan niet zo nitpicker en zeg gewoon van... Ja, het is nou donker genoeg. Red mij. Ik bedoel, doe niet zo moeilijk, man. Hallo. Hier, zelfs Fiverr, die is het er niet mee eens. Fiverr, bijt. Oh ja, ren maar weg. Ren maar weg. Fiverr, die is evil tegen je. Is dat weer nacht ondertussen? Is het nou nacht? Ja, nou wordt het nacht. Oké, okay, curse. Skeletron is awoken. Oké. Skeletron, die vliegt dus zeg maar heel erg veel rond. Leuk voor hem. Kennen wij ook. Ik word best wel veel geraakt, dus niet echt handig. Jullie hebben echt allemaal hetzelfde geluid, hè. Maakt niet uit. Oké, als hij spint, is het dus het makkelijkste om hem te raken. Dus het is een verplichte baas, zoals ik al zei. Dus echt veel goede drops zal hij niet geven. Haha, ik ben snel... Oh. Ik dacht eventjes daar voor een seconde tot ik sneller zou zijn. Ach, ja, maakt niet uit. Dus... Ga nou, maar dood ja. Weer die baasmuziek, heerlijk. Oké, nou. Oh ja, gisteren hadden wij een moblin... Gisteren hadden wij een moblin army, nou weet ik het weer. Oh, goblin. Nee, maakt niet uit. Dude, je hebt me nog steeds niet half dood. Oké, begint in de buurt te komen. Ja, je kunt wel op zijn handen mikken tot hij dan zeg maar zijn handen kwijtraakt. Maar dat vind ik zelf niet echt een must. Ik bedoel, zoveel health heeft hij ook niet. Hij heeft maar 400, of 4400. Dus hij valt op zich wel mee. Oké, nou je bent er bijna. Bijna. Kom op, nog maar een klein beetje. En je bent dood. Krijg ik maar gewoon lesser healing potions van je? Flame. Ik bedoel, even nog niet eens half kunnen killen. Ik heb nog geen één moment onder de 200 gezeten. En hij dropt, zoals je al ziet, helemaal niks. Ik bedoel, ja, 100. Nou, echt, ik gooi ze gewoon weg. Ik bedoel, waar we nou echt voor gaan, dat is in de dungeon. Dus dat is eigenlijk echt de bedoeling. Dus nou kunnen we veilig de dungeon in zonder dat we dus automatisch gekild worden. En er is één boek waar we op willen letten. Dat is een blauw boek met zo'n icoontje erop. Mochten we die vinden, dat is een heel sterk wapen. En waar we zeker voor uit willen kijken, dat zijn voor deze irritante blauwe kaarsjes. Want die zorgen ervoor dat, dat de spawn rate geïncreased wordt. Dus die willen we zeker destroyen. Want hier willen we alles behalve een grotere spawn rate hebben. Nou, ik zie hier nog niks. En als de muziek verandert, hè, in Demon Altar, leuk. Als de muziek verandert, dan zitten we dus echt officieel in de dungeon. Dus, goed luisteren. Oké, hier zitten we nou officieel in de dungeon. Hier konden we dus niet komen zonder dat wij die baas zouden hebben, of zouden hebben laten leven. Dus, auw. En er zitten hier heel erg veel traps. De eerste trap die we vinden, daar komen we al gelijk tegenaan. Nou, voor de sake of LPV gebruiken we dus de LPV potion. Waardoor dat we dus een shiny hebben. Ik gebruik nog wel even toetjes. En dit zijn dus onze nieuwe vijanden. Die dus bones droppen en hopelijk hele goede equipment. Er zijn hier een heleboel items die ik wil krijgen. Dus ik denk dat dit een two-part gaat worden. Dus de Wall of Comments die nemen we dan gewoon mee voor donderdag. Of ja, voor donderdag. Dus, maar ik denk dus inderdaad dat dit een two-part gaat worden. Oh, swingballs! En een kistje die dus zeg maar heel belangrijk is. We moeten hier golden keys vinden om kistjes te openen. En hebben we die niet, dan zijn we dus zeg maar... Heel veel swingballs! Swingballs die zijn niet kapot te maken met wat we eigenlijk ook gebruiken. Dus die spawnen gewoon en dispawnen als je er ver vanaf bent. Oké, nou even nog een torchje plaatsen. Want ik heb maar één LPV potion, dus... En een mailgeluidje. Oké, nou Eventjes hier. En weer een... ik wil een golden keys hebben. Even de kaart aanzetten. Dan kunnen we tenminste een beetje zien waar we naartoe gaan. Oké. Ik zie daar een NPC. Ik zie een NPC. Die moeten we redden. Ja, jij bent gered. Oké. Hebben we nou een... Nee, we hebben nog geen sleutel. Wel heel veel stuff. Dus we moeten zo snel mogelijk van die NPC wegrennen voordat hij gekilled wordt. Dus jij blijft daar gewoon staan en wij gaan gewoon rennen. Zie ik een blauw... Nee, ik zie geen blauwe boek. Oké. Heel veel potjes plaatsen. Geen blauw boek. Nee. Hier ook. Wel heel veel kistjes. Je hebt slimes. Slimes die dus zeg maar automatisch... altijd de sleutel droppen. Maar op dit moment hebben we dus... Hey, hallo wizard. Hallo wizard. Sterf. Maar op het moment hebben we dus nog geen geluk met sleutels. Dus, hallo. Maar we hebben hier dus heel veel items dat we nodig hebben. We moeten hier een zwaard vinden. We moeten een pistool vinden. We moeten een schild vinden.
We moeten een Nazar moeten we hier nou vinden. Dus weet je wat? Ik wil echt moe van die wachten. Sterf! We moeten een bone wand vinden, zodat we dus zeg maar een extra verdieping op ons huis kunnen maken. Dus heel veel stuff dat we moeten vinden. En golden keys kunnen we ook in houten kistjes vinden. Of in... ik vind die gasten zo irritant, hè. Ah, jij bent degene die een zaar drops. Geef mij een zaar. Jij geeft mij wel een zaar. Kom op. Kom op, geef het. Geef het, buddy. Heb je hem? Nee. Lame. Oké, nou, we hebben nog onze shine potion. En ik moet hier weer goed op mijn health letten, want er zitten hier heel erg veel traps. Geef jij mij een zaar? Wil jij mij een zaar geven, jongen? Kom eens hier. Kom eens hier. Geef hem. Ah, nee. Jij geeft hem mij. Kom hier. Kom hier. Kom hier, jij cursed skull. Haha. Oké, nou helaas gaf je hem niet. Ik geloof dat het een dropkans is van 1. Dus ik zal hier echt wel eventjes voor moeten gaan farmen. En ik raad het aan om het op dit punt van het spel te doen. Want doe je het later in het spel, dan ja, komen die beesten bijna niet meer voor. En dan heb je dus een nog moeilijkere tijd. En er staan hier gewoon 2 keer... Ah, en een trap. Die zag ik. Er staan hier gewoon... Oh, heb ik al een kistje? Nee. Oh, er liggen zoveel kistjes. 3 kistjes hier. En ik kan er niks mee. Oh, hebben we hier dat boek dan? 4 kistjes. Nou ja, ik ken deze dingen nog niet breken, dus... Hup, omhoog. Even jou even breken. Hallo. Ik breek jou ook even. Heb je een zaar? Nee, natuurlijk niet. Ik wil een goud kistje, jongens. Kom op. Ah! Die had ik moeten zien. Ah, ik ben blind. Die had ik echt moeten zien. Oké, nou. Hele grote opening hier, dat zeker. Ik wil een bone wand. Au. Moet je nou echt weer net voor me... Jij moest echt weer voor me de neus, hè? Oh, ik... Ik zie een trap, ik zie een trap, ik zie een trap. Oh boy. En weg die trap. Mooi. Oké, kan iemand mij nou... voor de love of Terraria zonder let's play vloek. Daar, echt, daar zit ik op te hopen. Een gouden sleutel. Ik bedoel, moet je kijken hoeveel kistjes dat hier wel niet liggen. En ik kan ze niet openen. Weet je hoeveel pijn dat doet? Ik wil weten wat erin zit. Dadelijk zit alles wat we nodig hebben naast elkaar. En ik moet de tijd... Oh, doe jij nou zomaar de deur van mijn neus dicht? Je hebt lef. Oké. Ik kill jullie allemaal. Oké, nou. Ancient Necro Helmet. Daar heb ik niks aan. Oh, man. Oh, man. Oh, man. En de Shining, de LPV potion is bijna uitgewerkt. Oh, jullie zijn gemeen. Weten jullie dat? Niet de kijkers, maar jullie. Jullie. Bewoners van deze dungeon. Ik weet het, ik kom gewoon heel erg gezellig even langs. Plunder jullie huis. Ik weet het, maar geef me gewoon de zooi die ik nodig heb. Dan kan ik naar huis. Hé, hey, kijk, hier hebben we hem. Oef, een waterbolt. Gewoon default. En een gewoon kistje. LPV potion. Nou, we hebben wel een sleutel. 1 sleutel, maar nou ja, liever 1 sleutel dan geen sleutel. Oké, okay, ben ik blij mee. Kunnen we dus eindelijk zo'n gouden kistje... Waarom ben jij een Angry Bones? Waarom ben jij boos? Oké, okay, nou. Ik moet nou echt zorgen dat ik heel erg goed de boel verlicht. Zodat jullie ook nog heel erg veel zien. Want het kan heel erg snel hier heel erg donker worden. Dus Sterf. Jij ook. Ja, echt. Je wordt hier gek van de vijanden. Echt, dit is de gevaarlijkste plek op dit moment om nu te wezen. Dus oké, okay, we hebben een watercandle. Dus dan weten jullie in ieder geval tot de wall of awesome komt tot we dus... morgen er 2 doen. Dus daar ga ik voor zorgen. Hey, nog een waterbolt. Superior. Nice. Nice, nice, nice. Daar ben ik blij om. En weer zo'n booby trap. Oké. Okay, ik zie daar het eerste kistje waar we gaan openen. Oké, open hem. Wat hebben we? De shadow key. Dat is één van de dingen die we nodig hebben. Oké, okay, dat is al één ding beter. Dat is één van de dingen die ik wil hebben. Oké, okay, nou, dat kistje nemen we mee, want die hebben we. Had ik nog een gouden sleutel? Nee. Oké. Okay. Shadow key is voor later heel erg belangrijk. Dus voor het volgende stap die we gaan nemen. Ik zie zoveel water candles, jongens. Oh boy. Er zijn zoveel vijanden die kunnen spawnen. Closure voodoo doll. Kunnen we skeleton nog een keertje mee beslaan? Dus, Maar ja, die dropt bijna niks. Ah ja, misschien voor zijn trofee. Voor ons huis. Altijd leuk. Van achievement. Hey, swingball! Je bent irritant. Mag ik er even een kern op plaatsen? Ja, hier ook. Hier ook. 5 weer beschermen. Oké, okay, we hebben weer een rope gevonden. Ja, in die potten kunnen dus ook, zeg maar, keys zitten. En ik hoop dus gewoon keys. Die slimes horen nog niet eens rare te zijn.
Skeletons hebben ook een kans op een... key te droppen. Oh, spijkvloer. Skeletons hebben ook een kans om dus zeg maar een key te droppen, maar tot nu toe geen geluk. Ja, laten we er overheen lopen. Waarom ook niet? Oké. Okay. Damn, deze dungeon is groot. Oh boy. Ja, echt het eerste wat we moeten doen is zoveel mogelijk keys verzamelen, dus... En een bone wand. Ik wil gewoon die bone wand. En natuurlijk de nazar. Oké, hoe lang zitten we? 20 of 15 minuten zitten we nou. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Foei. Oh, die blauwe flesjes, dat zijn mana potions. Maar ik ben zelf niet echt de liefhebber van de mana potions, dus daar laat ik ze gewoon liggen. Dit kistje hier, dit is een jungle kist. Die wordt heel belangrijk veel later in het spel, dus daar kunnen we nou nog niks mee. Heel erg een belangrijke kist, maar fijn om dus die al gevonden te hebben. En jeetje, deze is groot. Elke keer als je dus zeg maar in een dungeon komt, elke dungeon is random generated, dus elke dungeon zal er anders uitzien, maar zal dezelfde loot hebben, dus, en dezelfde vijanden. Echt, ik haat jullie. Oh, geef me Nazar, geef me Nazar. Achter een vijver die wil gewoon naar me toe komen en dat kan hij niet, door jouw enge waterspuit. En jij mag vijver niet besluipen. Stoute zombie skeleton vliegbeest hoofd. Oké, er komt er weer een aan. Kom dan. Geef me een Nazar. Nee, natuurlijk niet. Oh. Ik denk dat een Nazar krijgen echt een probleem gaat worden. En ik heb een piepje in mijn oor. Ah, ik heb een piepje in mijn oor. Dat is zo irritant. Oh, slime. Mooi. We hebben een golden key. Dan ga ik even dit kistje aan de onderkant openmaken. Oké. Okay. Jullie zijn irritant. De sterf nou maar snel, dankjewel. Oké, hier zat die key. Handgun, yes. Een van de dingen die we nodig hebben. Ik druk er weer eens op tap. En ik zie nu een Mario dungeon. Waarom? Ik zou het niet weten, maar... Die skeletons zijn stom. 3! Oh, kom op. Geef me een Nazar. Eén van jullie, geef me een Nazar. Oh, wacht. Als je zegt dat je iets nodig hebt, dan geven ze het niet, hè? Oké, prima. Hou ik even in gedachten. Heb ik over een sleutel gekregen? Nee. Oké. Sterf. Dus ik moet eventjes mijn mondje gewoon dicht gaan. Auw! Ik haat die swingballs. Stomme swingballs. Oké, nou. Hoe kom ik er verder onder? Er moet daar een manier zijn om daar verder onder te komen. We gaan gewoon deze kant op. Ah, waterspuit. Het voordeel is, deze kunnen we dus zeg maar later nog heel goed gebruiken. En auw. Ik haat jou. Oh, hi skeleton dude. Ik heb geen Nazar. Oké, ik was daar te laat mee. Oké, nou. Even een health potion, jongens. Het is hier nogal dangerous. Dus, ja. Daarboven zit gewoon een huis met een gouden kistje. Ik ken deze stenen niet minen, of wel? Ik ken ze minen, jongens. Ik ga naar de kistje toe. De kistje is ook een hele veilige plek om deze aflevering veilig af te sluiten. Dus, ja. Oké, hoe ga ik dit aanpakken? Even automine aan. Ik wil dat kistje hebben. Ik wil het gewoon hebben. Dus, Oké. Oké, dan ga ik hier even een plateautje maken. Nee, omhoog. Hoort zo. Oké. Er ligt hier zelfs een workbench. En we hebben Nigel de Clothier. Oké. Prima. Oh, nee. Ik weet het, jij kan mij jinxen en daar ben ik geen liefhebber van. Ik kan mijn zwaard niet gebruiken. Oh, snijkies. Oh, boy. Voor dat krijg ik geen Nazar, natuurlijk niet. Waarom moet ik hier nou zoveel doodles spannen? Oh, ik haat deze dungeon zo erg. Ik wil gewoon naar dat gouden kistje daar, waar we gratis even niks op kunnen pakken. Dus laat mij alleen, alleen met al mijn verdriet. Het is beter dat ik niemand zie. Vijver, hou ze tegen. Dat heb je de vorige keer ook heel goed kunnen doen. Oké, we zijn veilig. De muziek stopt ook gelijk. Waar hebben we? We hebben de Magic Mirror. Eindelijk hebben we de Magic Mirror. Nou, ik moet het dus heel eventjes bij deze aflevering laten. Dus ik dank jullie sowieso voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Dan misschien dat je kans hebt om op de Wall of Comments te komen.
Heb je een... ja, deze die heb ik niet nodig. Laat maar gewoon staan. Dus ja, heb je nog vragen, kun je dat ook altijd kwijt in de reacties. En ik hoop jullie morgen te zien. Dan gaan we gewoon verder met deze dungeon. Dus ik hoop jullie dan allemaal te zien. Morgen dus 2 comments die worden gekozen. Sorry dat dat in deze aflevering niet kon. Maar ik wist niet dat we zo lang bezig zouden zijn met op zoek te zijn naar Golden Keys. Dus ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie weer te zien morgen bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Tot dan jongens. Doei!